Daarachter komt zo langzamerhand een heel klein gaatje voor delicatessen, want auteur begint terug te vallen. Auteur valt nu hard terug en dat doet hij precies halverwege de Tjaarda-bocht. En nu kan delicatessen er ook uit. Zo zijn de deelnemers in de laatste rechte lijn. Daar leidt Dayton. Dayton is als eerste in de laatste rechte lijn. Daarachter gaan paarden naar ruimte zoeken. En één daarvan is aan de buitenzijde Danny. En die komt er wel op zetten. Maar nog sterker komt een Stanley 3. Aan de binnenzijde Dayton. En Dayton gaat hem winnen. Wat hij bij Yannick Alain Briand kan, kan hij nog beter bij Bas Krewas. De 3, de 5, dan de 1. Die komt heel hard binnen. En dan de 4. Uitslag is officieel, dames en heren. Dayton wint voor Stal PD. Wat hebben we een hoop winnaars van Stal PD. De trainer Bas Krewas, de tijd 14-1. Ja, geweldig. Peter Delers had die tijd nog niet meegekregen. Maar is uiteraard zeer in zijn nopjes. Dat zal Misha ook zijn. Misha, wat me opvalt. Een transformatie als hij aan kop komt. Ja, dat is we hadden nou ook de ijzers afgehaald. Dat scheelt ook, ik denk, 70%. En ja, op kop vindt hij het mooiste, denk ik. Ja, maar de komen was een probleem. Ja, het komen was het probleem, maar... Hij schijnt toch vermogen genoeg te hebben, dus goed gekomen. Jij en André waren aan het lachen na afloop, dus zijn we altijd even nieuwsgierig. Ja, hij is goed gereden en ja, dat zijn keuzes. 14-1, man. Ja, bijzonder. Had je dat in de gaten? Ja, ik zag wel dat het heel hard ging natuurlijk. Ik moest vol gas om mijn kop te krijgen. Ja, en dat ik hem eenmaal had, kon ik even tempo drukken. Ja, en dan voor de laatste bocht gaat het weer vol gas en tot de streep. Goed gewerkt. Schitterende winnaar, Dayton. Natuurlijk... geïnvesteerd uit de claimkoers werd hij gehaald in Paris-Vincennes. Een vijfjarige vosruin, Riesek en Gitaan Dorizé. Frans gefokt, bezit van Stal PD. Trainer Bas Krewas. Bas, stel je mening al bij dat deze toch de betere van de twee is? Oh, vandaag zeker. Kijk, dus het is in Frankrijk liep ook zijn beste koers zonder ijs. En dat wou ik eigenlijk niet, want hij moet volgende week vrijdag in Vincennes lopen. Wou ik de voeten bewaren. Maar ik moest zeker weten dat hij goed was. Nou, dat blijkt wel vandaag hoe goed hij is. Nee, ik zal Desmilieu straks een berichtje sturen dat hij je los kan volgende week vrijdag. Monté? Nee, Atelier. Monté hebben we geprobeerd, wil je helemaal niet. Ken je niet. Toch maar niet in een claimkoers, hoop ik, hè? Nee, ik ga niet, in een claimkoers. De trainer erbij, dames en heren, en dat maakt het sfeerplaatje compleet. Wat een aanwinst voor de trotteur van Cercours hier op Victoria Park. Dayton, 5 jaar deze Riesek. Wint in een fantastische 1.14.1. Had een record van 1.15.3. Dat is verpulverd vandaag hier op de supersnelle baan van Victoria Park. U kunt in de handen voor de winnaars van de Prix Tabor Jack Dayton, Misha Brouwer. Is gevallen. Dayton doet natuurlijk mee aan het duel om de leiding. En Dayton heeft ook al de leiding te pakken. Daarachter op plaats 2 aan de buitenzijde gaat... Dat is Delicatesse die de leiding heeft. Dayton ligt op plaats 2. Ultimo Amor op plaats 3. En er wordt wat geschoven in de eerste bocht. Er zijn wat paarden die wat naar buiten willen. Galop nummer 11. En het botst hier en daar. De leiding is in handen van Delicatesse. Aan de buitenzijde wordt de leiding nu overgenomen door de tweede kleur van Drafiet. En dat is in dit geval Eustin de Litry. Eustin de Litry. Het nu aan haar kop. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn overzijde. Daarachteraan de relingzijde ligt Delicatesse. Buitenzijde daarnaast gaat zo langzamerhand naar voren Dayton. Dayton op de weg naar voren. Die heeft een duidelijke opdracht meegekregen. Misha Brouwer moet de leiding overnemen. André Bakker heeft misschien wel de opdracht gekregen om hem niet af te geven. Dan ga je toch iets heel raars krijgen. Ze gaan op dit moment naast elkaar de linkerbocht in. Buitenzijde Dayton, binnenzijde Eustin de Litry. En ze liggen precies naast elkaar. Nu iets voordeel voor Dayton. Het kost wat moeite om er voorbij te komen, dat mag je rustig zeggen. Misschien is dat dichttrekhoofdstel zelfs al dichtgetrokken. En de deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune in. Daarachter op plek 3 aan de buitenzijde. Ultimo Amore met Danny Brouwer. Die heeft nu nog een mooie rug. De vraag is hoe lang dat duurt. Want Dayton blijft doordrukken en zo zijn de deelnemers ruim een kilometer van huis. Dayton aan de buitenzijde is er nu voorbij. Dayton neemt de leiding over. Daarachter Eustin de Litry. De eerste paard aan de buitenkant is nu inderdaad het paard van Danny Brouwer. Ultimo Amore. Daarachter ligt nu Delicatesse vast. Aan de buitenzijde komt Auteur naar voren. Ook Unword gaat mee naar voren. En daarachter Skipper JD. En daarachter volgt dan nog Arthur Doton en Arend de Vrede. Ze gaan de paarden de rechterbocht door, de runnersbocht en de leiding in handen van Dayton. Dayton als eerste in de rechterlijn overzijde. Daarachter op plaats 2, Eustin de Litry. Daarachter volgt aan de buitenzijde dan
Ultimo Amore. En die neemt Auteur mee. En John de Leeuw denkt, hoe kom ik hier nou weer uit met Delicatessen? Voorlopig lukt dat even niet. Achter hem ligt de Vendageur. Die zou vandaag aanvallend gereden worden. Maar daar krijgt Kamminga de kans niet voor. Hij ligt vast aan de relingzijde. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. De leiding is nog altijd in handen van Dayton. Dayton gaat als eerste de laatste bocht in. Daarachter aan de relingzijde Ustende Litri en de buitenkant daarnaast Ultimo Amore. Daarachter komt zo langzamerhand een heel klein gaatje voor Delicatessen, want Auteur begint terug te vallen. Auteur valt nu hard terug en dat doet hij precies halverwege de Tjarda-bocht. En nu kan Delicatessen er ook uit. Zo zijn de deelnemers in de laatste rechte lijn. Daar leidt Dayton. Dayton is als eerste in de laatste rechte lijn. Daarachter gaan paarden naar ruimte zoeken. En één daarvan is aan de buitenzijde Danny Brouwer. En die komt er wel opzetten. Maar nog sterker komt Ustende Litri. Aan de binnenzijde Dayton. En Dayton gaat hem winnen. Wat hij bij Yannick Alain Briand kan, kan hij nog beter bij Bas Krewas. De 3, de 5, dan de 1. Die komt heel hard binnen. En dan de 4.